Na aankomst op Sardinië vertrekken we naar Allegro in het noordwesten van het eiland. Allegro verbergt tussen haar uit zee oprijzende stadsmuren een onmiskenbaar Spaans hart. De economie is vooral gebaseerd op toerisme en kunstnijverheid. De eerste twee dagen overnachten we in een tot pensioen omgebouwd klooster midden in het eeuwenoude centrum van de stad. Voordat wij vertrekken voor onze eerste wandeling, gaan we eerst naar de plaatselijke markt waar we inkopen doen voor onze lunch. Terwijl we op de bus wachten, wordt op de kaart van de omgeving de wandelroute al bestudeerd. Aangekomen vertelt Arjan nog eens welke route we zullen lopen en wat we onderweg kunnen verwachten. Misschien kijken of we hier zo kunnen lopen. Dat heb ik gezien. En dan beginnen we vol goede moed aan de eerste flinke klim. Hoewel er nog geen spectaculaire bijzonderheden te zien zijn, staan we onderweg toch al eens even stil bij de plaatselijke fauna. Boven op de berg aangekomen kunnen we genieten van een prachtig uitzicht over de zee. Volgens de reisbeschrijving kan men hier ook wel eens de vale gier zien vliegen. Zodra we enkele vogels zien, wordt dan ook snel de verrekijker erbij gehaald. Maar al snel blijkt dat het hier niet gaat om een vale gier, maar om een ordinaire meeuw. Daarna beginnen we aan een flinke afdaling, waarna de ochtendwandeling besloten wordt met een pauze in de zon. In de middag gaan we naar het schiereiland Capo Caccia. Hier bevindt zich een steil in de rotsen uitgehakt pad van 656 traptreden. Dit pad leidt naar de bekende druipsteengrot van Nettuno. De grotopening ligt verscholen onder de kalksteenkliffen. Behalve via het pad kan de grot ook bereikt worden vanuit de haven van Allegro. Deze Neptunusgrot is een van de schilderachtigste grotten van Sardinië. De grot werd voor het eerst onderzocht in de 17e eeuw. De gang is 2,5 kilometer lang. Tijdens een rondleiding met een gids krijgen we een goede indruk van de stalagmieten en stalactieten die hier in grote getale aanwezig zijn. In een van de grotten bij een ondergronds meertje heeft men oude rotstekeningen ontdekt. Nadat we terug zijn gegaan over hetzelfde steile pad met nog steeds de 656 treden, hebben we een consumptie verdiend. Op de terugweg naar Allegro zien we een van de vele verdedigingstorens die in het verleden op Sardinië zijn gebouwd. De volgende dag verzamelen we ons na het ontbijt voor een bustocht naar Boza. Wij rijden hierbij langs de indrukwekkende kust met de smalle stranden en de steile rotsen. Aangekomen in Boza hebben we vanaf de brug over de Temo een mooi uitzicht op het oude kasteel uit het jaar 1112 dat boven het stadje uittorent. Op de rechteroever liggen de pastelkleurige huizen die vroeger tijdens de Spaanse heerschappij als pakhuizen dienst hebben gedaan. 'S middags maken we een rustige wandeling van circa 4 uur door het verlaten heuvelland van de Monte Manu. We maken eigenlijk een linkerbocht, zo door deze bergen, zo aan de zeezijde lopen we terug. Na de toelichting van Arjan gaan we op pad, waarbij we al snel terechtkomen in een prachtige bloemenzee. Deze streek wordt gekenmerkt door de rode vulkanische rotsen, waar Arjan ons nog wat bijzonderheden over kan vertellen. Een keertje een niet-biologisch verhaal, maar een heel groot.
Het heeft elkaar nog wel een beetje kunnen vinden, maar niet in zo'n mate dat het grotere onderdelen is. Tijdens de tocht zien we ook diverse soorten van de mediterrane flora. De door de wind geteisterde kurkeik is een normale aanblik op deze vlaktes, waar de wind zijn invloed laat gelden op de groeivormen. Sardinië staat bekend om zijn schapen en geiten. Het is dan ook geen verrassing hier opeens een kudde tegen te komen. Opnieuw zien we hier enkele vormen van de vulkanische rotsen die overal in het landschap verspreid voorkomen. Dan zien we ook opeens de vale gier die tegen de blauwe hemel op de thermiek zijn cirkels draait. Vanwege de spanwijdte van meer dan 2 meter worden ze ook wel de vliegende deuren genoemd. Op de terugweg naar Boza zien we een herder die zijn schapen nog op een ouderwetse manier aan het scheren is. De vierde dag gaan we na het ontbijt naar de nurage van Nuradeo. Een nurage is een verdedigingstoren uit de periode van 1800 tot 500 voor Christus. Er zijn nog meer dan 7000 nuraghi in Sardinië. In zijn meest eenvoudige vorm bestaat deze uit één toren, gemaakt van los op elkaar gestapelde stenen. Nuraghi waren zowel woning als fort en de torens waren vaak omringd door een dorp en een muur. Na het bezoek aan de nurage gaan we verder naar de vallei van de Temo. Hier wordt nog eerst even ontbeten terwijl we van de natuur kunnen genieten. Van boven de vallei hebben we een goed uitzicht over de groene dalbodem van deze altijd waterhoudende rivier. Via een pad dalen we af naar deze 200 meter lager gelegen rivier, de Temo. Bij een versmalling in de rivier kunnen we het water oversteken. Daarna vervolgen we onze weg stroomafwaarts richting Boza.
onze rampen gezien. Je stemmer jorne, strade senza bane. Zeer bekend op Sardinië is de kurkeik. Het materiaal dat pas na 25 tot 30 jaar van de boom kan worden verwijderd, wordt gebruikt voor alledaagse doelen, maar ook voor het maken van kunstvoorwerpen. Tijdens de wandeling kunnen we genieten van de vele kleurschakeringen in de natuur. Ook zien we hier opnieuw de vale gier in de heldere lucht. Het landschap wordt vaak gedomineerd door de bomen met het fraaie lijnenspel door de eeuwige wind. Het laatste deel van de wandeling voert ons over een berg waarop vele mooie rotsformaties kunnen worden bewonderd. Na de laatste afdaling hebben we een fraai uitzicht over Boza en het kasteel. Na een karig ontbijt in Boza vertrekken we vanaf de westkust naar midden Sardinië. Maar eerst bezoeken we de Loza Nuraghe bij Albalanta. Dit complex is een van de belangrijkste overblijfselen uit de pre-Punische periode. Midden in het grote bouwwerk staat een toren uit ongeveer 2000 voor Christus. Uit de oude steentijd, we hadden het niet echt over de periode voor de laatste ijstijd. Ja. En die zijn wel gevonden bij Olinda in de buurt. Maar dit is dus vanaf 1600 dat deze bouwwerken gedaan worden. En dat is de manier waarop mensen aan het bestaan. Binnen in de Nuraghe zijn drie overdekte kamers. Een wenteltrap leidt naar de bovenste verdieping, waar nog een terras bovenop de Nuraghe ligt. En als je in een van de kamers staat, verleidt dit veel mensen tot wetenschappelijke discussies over de prestaties uit die vroege periode. In midden Sardinië ligt het karakteristieke dorp Orgosolo. De passie van de lokale bewoners voor sociale en politieke onderwerpen is vooral zichtbaar in de honderden muurschilderingen op de huizen en de rotsen rond Orgosolo. De beelden beschrijven het harde leven van de herder, hun gevecht om het behoud van het land en de Sardijnse tradities, evenals het onrecht in andere delen van de wereld. Simpele, lage stenen huizen staan in de smalle straten en enkele originele details zijn nog te zien op een paar huizen. Tot voor kort was dit dorp nog het beruchtste bandietenbolwerk van Sardinië en was het een doorn in het oog van de Italiaanse staat. Nu behoren deze murales, soms ontroerend, dan weer komisch, maar steeds boeiend, tot de bezienswaardigheden van Sardinië. De volgende dag gaan we vanuit Orgosolo met twee jeeps naar de Punta Sulita op een hoogte van 1206 meter. Van hieruit staat een zware wandeling gepland
door het woeste Supramonte di Orgosolo. Helaas ben ik vergeten de batterijen van de camera op te laden, waardoor ik geen beelden heb van deze bijzonder mooie tocht over de heuvels van Barbaccia. Heel laat en zeer vermoeid komen we 's avonds aan bij het berghotel Montemaccione, van waaruit we een mooi uitzicht hebben op de flanken van de Supramonte. Dit hotel ligt hoog boven het stadje Oliena. Op het terras komen we onder het genot van een drankje weer op krachten na de zware wandeling. We zijn dan nog getuige van een mooie zonsondergang, waarna we een heerlijk diner krijgen voorgeschoteld. De zevende dag vertrekken we vanuit het hotel en klimmen we omhoog tegen de helling van de Supramonte. Onderweg hebben we verschillende keren een schitterend uitzicht over de omgeving. Geleidelijk klimmen we verder naar de top van het plateau. Als we deze bereikt hebben, zijn we toe aan een koele dronk uit onze veldflessen. Onderweg vertelt Arjan nog enkele bijzonderheden over de diverse planten en bloemen. Dus die heeft ook drie blaadjes, net zoals de klaver. Alleen het is toch een veel forsere plant. Aan het einde van de wandeling dalen we geleidelijk weer terug naar de vallei. Op de terugweg naar ons hotel lopen we langs een indrukwekkende en kilometerslange kalksteenwand. Na een goede nachtrust beginnen we aan een flinke wandeling naar de Monte Tiscali. Het vriendelijke landschap hier wordt gekenmerkt door de vele oleanders. Wij vervolgen onze weg onderlangs een langgerekte kalksteenwand die typerend is voor deze streek, waar eindeloze kalksteenrikkels de toon zetten. Aangekomen bij een nauwe kloof die de wand doorklieft, beginnen we aan de klim naar de Monte Tiscali. Tiscali is een bijzonder nuragedorp dat zich in een ingestorte grot op de top van een 500 meter hoge heuvel bevindt. Maar voordat we dat historische dorp bereiken, zullen we gedurende een 2-uurige klim de nodige andere bergen moeten overwinnen. Na het eerste uur van deze inspannende tocht is zelfs het tempo bij onze echte klimgeiten al wat gedaald. Als we eindelijk de top hebben bereikt, gaan we via een houten trap naar de kloof. Oh, je bent terug, jongen. Maar na de enerverende klim wordt er eerst gerust voordat we het dorp gaan bezichtigen. Tiscali, dat werd bewoond tot de tijd van de Romeinse invasie, bestond uit een aantal woningen. Vanuit de grot is duidelijk te zien hoe het dak moet zijn ingestort. Jaren van verwaarlozing leiden tot het gedeeltelijke verval van de plek en daardoor zijn er nog maar enkele overblijfselen van de ronde woningen zichtbaar. Na de rondgang door de kloof beginnen we aan de lange afdaling naar de vallei. Volgens het programma zouden we nog die middag een tweede wandeling maken naar de diepste kloof van Sardinië. Maar beneden aangekomen bij een riviertje, besloten we hier te blijven en uit te rusten.
Een koele duik in het heldere water deed ons de inspanning weer vergeten. Nadat we hadden gezwommen en pootje gebaat, werden we ons pas gewaar dat er ook slangen in het riviertje aanwezig waren. Ochtends vroeg worden we per jeep naar de bergpas Genna Silana gebracht, van waar we vertrekken voor een stevige wandeling van zo'n 7 uur. Ja, het gaat ook een beetje op en in het begin zijn de omheiningen nog voorzien van trappetjes waarmee we de hindernissen kunnen overwinnen. Het landschap is hier bedekt met zeer veel planten en bloemen. Hier en daar zijn er prachtige uitzichten op de kalksteenwand, waar we de vorige dag gelopen hebben. In het landschap zien we veel fraaie rotsformaties die gevormd zijn uit het granietgesteente. Ook hier komen we regelmatig de al bekende kudde geiten tegen op de hellingen van de bergpas. Op verschillende plaatsen kun je hier provisorische hutten zien die herders gebouwd hebben om de nachten in door te brengen. In het tweede deel van de tocht komen we in een verlaten landschap waar we over stenige paden onze weg vervolgen. De enige aanwijzing hier zijn de steenmannetjes die door voorgaande wandelaars zijn achtergelaten. Boven op de pas aangekomen hebben we een prachtig uitzicht over de vallei en kunnen we ons voorbereiden op de afdaling die we nog moeten volbrengen. Stel, die cappuccino. We gaan hier in de richting van die twee tot het rotsen afdalen, waarbij een vrij open puinhelling passeert. Let op, de route loopt links om de tweetoppige rots met een groot glad vlak. Oh. Alhoewel het er aanvankelijk op lijkt dat hier rechts boven langs. Kunnen we niet tegen? Na een pauze beginnen we aan de afdaling die over de stenige helling naar beneden voert. Het zal duidelijk zijn dat dit een bijzondere techniek vereist om niet uit te glijden. Tijdens een rustpauze meent Joop wel een sigaartje te hebben verdiend, waar hij volop van kan genieten. Nadat we onze weg vervolgen door een dichte beplanting, komen we weer in de buurt van ons hotel. Vermoeid, maar zeer voldaan, denken we nog eens terug aan deze mooie wandeling. Onze laatste wandeling voert ons naar de Codula di Luna. Een schitterende tocht van circa 1 uur brengt ons diep in de onbewoonde kloof van de Codula di Luna, oftewel de Vallei van de Maan. Na een stevige wandeling komen we bij een beekbedding die we verder vervolgen. De bizar gevormde rotspieken
reiken aan weerszijden van deze groene en fraai beboste kloof ook naar de hemel. Ook hier wijzen de steenmannetjes ons weer de weg. Het loont de moeite om van tijd tot tijd eens stil te staan en te genieten van het omliggende landschap. Na een lange afdaling komen we aan op de bodem van de kloof. Hier worden we verrast door een zee van bloeiende oleanders. Onderweg geeft Arjan uit zijn onafscheidelijke boek nog enige uitleg over de diverse beplantingen. Na deze fraaie tocht van circa 5 uur bereiken we een werkelijk paradijselijk plekje. Het maanvormige en parelwitte zandstrandje Cala Luna, dat alleen te voet of over het water te bereiken is. Na een pauze vervolgen we onze weg over een goed begaanbaar pad dat boven de rotskust richting Cala Conone voert. Regelmatig kijken we uit over de prachtige kustlijn van de baai van Orosei. De laatste kilometers voeren langs de kust waar we een mooi uitzicht hebben op het kustplaatje Cala Conone, dat onder een wolkendek ligt. De volgende dag is gereserveerd voor excursies, maar na de vermoeiende wandelingen is een rustig dagje in een lichtstoel op het terras ook favoriet. Dan rest ons nog alleen een busreis van de oostkust van Sardinië terug naar Allegro. Onderweg kunnen we dan nog rustig genieten van de ons ondertussen bekende typische landschappen van dit prachtige eiland. Vanuit het vliegtuig hebben we nog een laatste blik op de heuvels, terwijl we beginnen aan de reis terug naar huis.